soms lastig, hè? Nou, je wilt je kinderen het liefst hun hele leven beschermen, maar dat kan niet. Het is mij helaas ook niet gelukt met Tim. Als je behoefte hebt aan een kop koffie... Nee. Hey, ik moet met je praten. Wat doe jij hier? Springen. Net als jij. IJssel, ik moet met je praten. Alleen. Andere keer. Tot morgen. Hoe ben je eigenlijk mijn huis binnengekomen? Met de sleutel. Ik heb hem meegegeven net voor naar Kroatië vertrokken. Maar het is goed om te zien dat die reis heeft gelegd. Ben ik eigenlijk wel weg geweest? Sorry? Dan had ik me toch wel herinnerd. Dat zeg je nou normaal. Het enige dat ik weet is dat ik thuis was en dat jij dit... Dat jij er ook was? Ja. Ik was er net voor je naar Kroatië vertrokken. Ja, deze... Had je vergeten. Oh. Dank je. Alsjeblieft, dit zijn alle documenten. Als jij niet zo vriendelijk wilt zijn om je kantoor dicht te maken. Overigens, Laura, vind ik het prima als jij hier blijft wonen. Zolang je keurig de rekening betaalt en mij verder niet voor de voeten loopt. Oké? Jij loopt al maandenlang met iets rond dat zo heftig is dat je het niemand durft te vertellen. Je durft je eigen moeder niet eens onder de ogen te komen. Ik moet het weten. Niemand heeft er iets aan als ik het vertel. Oké. En dat je dit niet doet, dat zegt iets over ons. Namelijk dat je me niet vertrouwt. Dat is niet zo. Hoe kan ik met jou trouwen als je geheimen voor me hebt?